Vandaag gaan we de olieverversen en oliefilterversen van een BMW R850R. Voor de 1100 en de andere modellen is het ongeveer hetzelfde. Het kan zijn dat je bij de modellen met kuip eerst het onderdeel er los moet schroeven voordat je erbij kan. Wat heb je nodig om dit te kunnen doen? Nou, ten eerste de motorolie. Ik gebruik zelf altijd deze olie. Het is een erg goede olie. Aangeraden. Een oliefilter. En een nieuwe kartenplug. Daar heb ik er twee gekregen omdat je twee varianten schijnt te hebben. Nou, je hebt iets nodig van een litermaat. Er gaat ongeveer 3,75 liter ongeveer in. En hier kan ik het mooi mee afpassen. Een trechter om geen geknoei te hebben. En iets om het oliefilter mee los te draaien. Nou, wat altijd belangrijk is bij het verwisselen van de motorolie, rijd de motor eerst warm. Want op het moment dat je de motor warm rijdt, dan, dan is de olie dun en dan stroomt hij er ook makkelijk uit. Eerst een slagje losdraaien. Als ik niet hard vast. Hier heb ik een mooie opvangbak. Draait de dop eruit. De olie kan erin lopen. En als ik bij het olie-inleverpunt ben, draai ik deze dop open. En dan kan het daar liggen. Dan heb ik geen knoei op aan de gedoe. Dop erop. Bak eronder. Dus de olie komt wat enthousiast uitzetten. Dat is altijd hetzelfde, maar goed. Nou is altijd even zaak om even te laten leeglopen. Dan kan ik mooi even de gemorste olie weg laten lopen. Dat ging lekker hard. Ik heb ook een behoorlijk stuk warm gereden. Primair hoef je maar een kilometer of 20 of 30 warm te rijden. Ik heb iets meer gereden omdat ik zo heel erg fijne motors om mee te rijden. Deze motoren hebben geen temperatuurmeter. Dus het is een beetje lastig inschatten van is hij voldoende opgewarmd of niet. Wat ik zelf altijd doe is met een kilometer of 20 weet je wel dat hij warm is. En wat je ook kan doen is hier je hand even houden bij de radiator van de oliekoelers. Op het moment dat je die niet kan vastpakken, dan weet je dat de motor in principe voor zover wel klaar is. Oké, nou gaan we vast het oliefilter pakken. Oliefilterdop. Nou. Deze dingen die koop je bij motorspeciaalzaken die BMW onderdelen doen. Grappig is, deze past op deze, maar die past ook op de K50, K100 en de K1100, dat soort motoren. Het grote voordeel is dat je dan eigenlijk één keer zo'n ding gekocht en ik heb er altijd lol van. En de olie is vrij warm. Eigenlijk zou ik rubberen handschoentjes moeten hebben, maar die heb ik helaas niet in huis. Hoppadee. Dat was het oliefilter. Nou, dan laten we even rustig een beetje uitlekken. Pakken we hier het nieuwe oliefilter.
Wat ik altijd eventjes doe, is even kijken of de nummertjes kloppen. Ja, die kloppen. Klopt die hoor. En wat ik ook altijd doe, is met de oude olie smeer ik altijd de ring even in. Want op het moment dat ik dat doe, krijg ik hem de volgende keer een heel stuk makkelijker los. Oké. Zo. Is die weer mooi schoon? Het ding is wel erg warm natuurlijk. Ja, want die olie is natuurlijk ook 70, 80 graden ongeveer. Gekoeld. Er zit olie op de rubberen ring. Dat is belangrijk. Dan draai je gewoon. Gewoon op. Niet te vast natuurlijk. Normaal moet je aantrekken met 32 Newtonmeter, maar ik heb helaas niet zo'n kleine momentsleutel die dat doet. Nou, hij heeft ondertussen nog even lekker verder gedruppeld. Ga ik de olieplug alvast opstoren en ik denk dat ik de kleine nodig heb. De kleine hou ik even bij de oude. Ja, ik moet de kleine hebben. Altijd belangrijk, neem alsjeblieft altijd een nieuwe ring. Ga ze niet recyclen, want die dingen worden plat gedrukt. Wat sommige mensen ook wel eens doen, dan kopen ze een andere olieplug met een magneetje. Dan worden eventuele metaaldeeltjes worden vastgehouden. Nou heeft voor deze type blok minder zin als voor conventionele motorfietsen. Omdat deze BMW motoren, die hebben een oliesysteem los van een versnellingsbak. Er zit andere olie in. En dat betekent gewoon dat je in principe ja, dat werkt dan helemaal anders. Daar ben ik. Die zit erop. Dicht. Ik kan de olie opvangbak weg. Zo. Klaar. Nu hebben we de olie vervangen. En dan draai ik deze dopper dicht. Dan laat ik hem eventjes verder staan, dat hij wat meer af is. Gaan we de olie bijvullen. Ja, er moet 3,75 liter moet daarin. Markstripjes gemaakt op een oude litermaat van 1,5 liter ongeveer. De eerste liter. Niet te snel natuurlijk, want anders loop je trechter natuurlijk over.
Zo. Dat is de eerste liter. Donkerblauwe olie. Dan ruimen we die knieboel zometeen wel eventjes op. Dit is de laatste volle liter. Zo. Bij BMW is altijd even kans dat de boel even laat zakken. Als je op het moment dat je bij een stukje olie wil peilen, moet je eigenlijk eerst een stukje rijden. Dat hij warm is. Dan zet je hem op de middenbok weg en dan laat je hem echt 5 à 10 minuten laat je hem staan. Dan zakt de olie weer terug, want de olie zet ook uit. En dan kan je hier in het glaasje, hier kan je kijken. Dat hij al is. Kijk, je ziet net dat hij nou bij de rode punt is. Dus in principe is hij nou vol, maar het oliefilter is natuurlijk niet vol. Dus ik gooi er nog een halve liter erin. Dan start ik hem. Laat ik hem even lopen, dat alle lucht uit het systeem is en alles goed is. Dan zet ik hem uit. Dan laat ik hem 10 minuten staan en ga ik weer kijken. Mijn advies is om beslist niet boven de punt uit te komen, want als ze hoger staan, dan gaan ze zweten en dan gaan ze olie verbruiken. Dus dat moet je gewoon niet hebben, joh. Hoppatee. En dit is een half. Nou, dat is dik klaar. Die kan lekker daarin terugdruppelen. Even mooi schoon. En dat we even alle gelekte naastgelopen olie verwijderd hebben. Want anders krijgen we daar probleempjes mee. De olievuld zit vast. De kartenplug zit vast. Er zit nou 3,5 liter in. Het lampje is nou uit en je hoort hem ook eerst tikken. Je hoort even de lucht uit de oliefilter pompen. En dan heb je een paar rotaties voor nodig. Geeft niet. We wachten even rustig af tot hij even gestaan heeft. En dan kan ik eventueel nog besluiten om nog ietsjes die laatste 2/10 erbij in te gooien. Maar goed, we gaan het even afhangen. Zelf hou ik ervan om de oliepeil
tussen de onderste streep en de middenstreep te houden. Dan heb je, dan heb je genoeg bij je. Want als hij te hoog staat, dan gaat hij wat verbruiken en zweten en lekken in de regel. Nou, dit was hoe je een olie ververst bij een BMW F800R, 850R. Bij de 1100 en de 1150 is het natuurlijk hetzelfde. Bedankt voor het kijken en tot ziens maar weer.